Je lekker, zeg maar. En jij? Alleen je ogen is een beetje vies, kusje. Nou, mensen, ik mag dus hier staan. En hij weet precies wat we willen. Dus ja. Twee trucks pizza. Ja. Yep. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 19 juli 2021 en het is nu 11:55. Ja, dus dat. Dus ik loop nou lekker met Lady alleen buiten. En wij wensen jullie heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Volg je lijn. Goed zo. Keurig hoor, schat. Oh, wat zie je er mooi uit, meisje. Mooi gespierd ook achter. Wauw. Hé, meis? Mee? Kom maar. Kom. Ja, kom maar. Kom dan. Kom maar, lekker hè. Ja. Zo, wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan? Ik heb Lady uitgelaten. Rodi heeft de twee zusjes uitgelaten. En ik heb even mijn stadje gedaan van Township, wat mama ook speelt. En ja, dus en toen. En nou ja, toen heeft mijn zus nog gebeld. Maar terwijl mijn zus dus aan het bellen was, een beetje, was ik al bezig met deel 7 van de Wild Louise, de Collegini School. Yes. En nou, ik heb nou net Roe wakker gebeld. En die gaat nu even anderhalf uur even leren. En over anderhalf uur dan bel ik Ro weer. En mijn telefoon moet even aan de lader weer. En ik ga nog even een mozzarella pakken. Wat ik zo lekker vind. Dus dat ga ik even lekker samen met jullie doen. En kijk eens. Gaat ze net vanaf. Oh, jammer. Oh, lag je lekker? Nou, niet lach, maar zat jij lekker, schatje? Zat jij lekker, schat? Zat jij lekker op de stoel? Hm? Zat jij lekker, hè? Dus ja, ach ja. Ik ga even zo'n lekkere mozzarella pakken, wat ik dus al zei. Nou, dat ga ik dus nu even lekker doen. Yes. Zo, zo, zo. Nou, niet wat ik wou. Nee. Ik ga even lekker mozzarellaatje pakken, zei ik net. Maar dan moet het wel even allemaal zo staan. Zo. Ja. En dat is 7. Ik heb er 6 gehaald gisteren. Nou, daar gaat nu vandaag mijn tweede van. Zo lekker koud. Zo lekker dit, hè. Dit is zo lekker, jongens. Echt waar. En let gewoon niet op de troep. Nou, wat ik dus altijd zoek. Hier heb je dus een pijltje. Dan heb je hier dus een heel klein inkepingje. Scherp, mag wel. Juist. Hier heb je een heel klein inkepingje. Hallo, scherp, scherp. Juist. Hallo. Ik weet niet waar die op focust, maar even. Juist. Je ziet dus nou een heel klein
inkepingje hier. Nou, en daar maak ik hem dus open. En dan zit er dus vocht in. Ik zal het even laten zien. Pak eventjes een andere kommetje. Ik doe het altijd normaal gelijk in de wasbak. Nou, hier is een heel mooi dingetje. Nou, ik haal dat vocht er altijd uit. Yes. De knijp ik er een beetje in. Er komt altijd nog wat vocht erbij uit. Nou, maak ik hem dus open. Verder open. En hij gaat zakken, wat ik niet wil. Nee. Mijn telefoon mag nou niet zakken, omdat ik kijk zo. Kijk, dan maak ik hem dus open verder. Lekker. Mozzarella, daar kun je mij in de zomers mee in mijn wakker maken. Yes. Zo ziet hij dus eruit. Lekker een groot kaasje. Die gaat in deze schaal. Hij gaat weer zakken, wat ik niet wil. Gaat goed zo. Met mijn telefoon. Ja, als je vlogt met je telefoon, moet je eigenlijk gewoon continu een statief hebben. Maar daar heb ik geen zin in. Zeg maar. Nee. Dus hij gaat iedere keer zo doen. En dan heb ik deze peper. Dus die moet je nog vermalen, zeggen ze altijd. En dat doe ik dus aan weerskanten op de peper. Oh, de peper. Je houdt wel peper op de peper. De peper doe ik dus aan weerskanten op de mozzarella. Ja, snap je hem nog? Ik denk het wel, hè. Nou, lekker goed besprinkelen met peper. Yes. En dan ga ik zo mama weer even lekker bellen. Even kijken of het allemaal is gelukt. En bij de haai, want als ik weer binnenkort naar Den Helder ga. Binnenkort, ik weet nog niet wanneer. Maar dan ga ik dat ook even filmen voor jullie. Want er is weer een mooie straatartiest bezig geweest. Met beschildering en van een hele mooie vloer eigenlijk, zeg maar. Dus ja, ik ga nu deze eten en ik ga mama bellen. Nou, en voordat ik mama ga bellen, wil ik het even nog aan jullie laten zien hoe mijn peper er eruit ziet als ik het heb besprinkeld met peper. Nou, aan weerskanten zoals je ziet. En dat ga ik dan nu lekker aanbreken. Lekker, ik ga eten. Kom eens hier, Loffie, kom eens hier, knuf. Jutti, kom eens. Jutti, kom hier, knuffie. Ja, jij wel hè, knuffie. Mmm, ben je weer lief ook hè. Kijk je lief. Hi, Tut. Nee, kom. Nee, kom dan. 1, 2, kom. 1, 2. Ja, mag. Ja, kijk je me lief aan. Niet zo leeg. Is op. Kom. 1, 2, kom, kom. Dus, is oké. Okay. Dat wil ik niet hebben en dat weet je. Niet nodig. Nee, die is niet nodig. Hé, hey, Tut Hola. Is niet nodig, hè? Hé, hey, Drakkie. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom maar. Het is oké. Okay. Ik gaf jou per ongeluk een tik, maar dat moest even niet. Nee, kom. Drakkie, kom. Ja. Dus dat. Ook dat gebeurt hier. Ja, en ik geef ze gewoon een tik op de snuit. Ja. Kijk dit dan, hoe het er lekker bij ligt. Lekker.
Is lekker een vent. Even kusjes geven, hè. Is je lekker, zeg maar. En jij? Alleen je ogen is een beetje vies. Ik moest je schoonmaken. Mag ik je neusje ook nog even schoonmaken? Nee. Niet zo doen tegen mij. Nee. Niet? Of niet of vent? Hè? Lekker, hè? Wat heb je een leuk gezichtje, hè? Als alles bij jou zo is, hè? Dan heb jij gewoon een kop eigenlijk van een wild dier. Ja. Je moest kijken wat een verschil, hè. Oh, lekker katachtig, hè? Maar dat ben je ook, hè? Lekker, hè, kerel? Dat ding staat al lekker de hele dag aan. Lekker. Staat hij op swing eigenlijk? Ja, hij staat op swing. Die hebben we daar lief liggen. In de hoekje. Heb je die? En moet dat? En wie hebben we daar? Mijn lieve schat. Ai. En is het meneer Buurman er nog, trouwens? Meneer Buurman, die was er net nog wel. Ja, yeah, meneer Buurman is er. Yay. Yeah. Ik zal zijn kenteken weer even filmen. Vind ik leuk. Hey, lady. Was je er ook, schat? Hi. Hi. Hey, jongen. Zo, mijn buurman is er ook weer. Ja, mijn onderbuurman is er ook, ja. Als je last van hem hebt, dan moet je even blaffen, hè, Leed? Dat weet je, hè? Maar dat doe je toch niet. Schrit weer. Mauw. Kijk, raampjes ook open. Jee, handig. Het leeft beneden mij. Dat zeg ik, het leeft beneden mij. Is leuk, als ik aan het vloggen ben. Ja. En haar gewoon eventjes op en op de hoogte hou, hè? Is handig. Wat is er dan? Wat is er dan? Ja. 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 Ja, hi. Ja, hi. Ja, mensen. Ja, ik heb even vandaag even gehuild. Was ook even nodig. Maar ja, ik heb nou dus ruzie met mijn mama. Ja, want ik zal even het een en ander vertellen. Jullie weten dat er dus... ik heb laatst, ik weet al even niet meer wanneer, maar ik heb een interview gehad van Jamie Blom. En die video staat dus al 3 weken online, wat ik dus even niet wist. Maar dat geeft niet. Ik ben er nog steeds blij mee en ik sta er nog steeds achter. Maar mijn moeder, die link heb ik toen ook helemaal doorgestuurd. Toen was ze er helemaal top mee en helemaal tevreden over en bla bla bla. Nu heb ik hem weer doorgestuurd en ze heeft er niks aan gedaan. Helemaal niks, want hij stond al online. Maar ze is dus niet blij met de titel. Dus ik ga ook even kijken of mijn Jamie dat misschien wel of niet heeft veranderd. Ja, dat heeft dus wel veranderd. Maar oké, ik heb gezegd van laat het gewoon lekker gaan. En mama die heeft dus ook contact met haar gehad. Maar ik heb zoiets van, mama die heeft dus gezegd van ik ga door en tot het bitter eind dat die video offline gaat. Nou, dat bepaal ik nog altijd en Jamie, niet zij. Dan kan zij dus niet tegen de waarheid. En ja, als mama daar dus wel naartoe gaat, helaas. Maar ook dan ben ik genoodzaakt om op dat moment voor mezelf te gaan kiezen. Maar ik zal er nog altijd wel gewoon naar de helden toe gaan. Maar dan zou ik dus niet meer naar mijn moeder toe gaan. Kom ik haar tegen, zal ik heel normaal met haar gaan doen. Komt ze ook gewoon in de vlog van mij met de honden. Want die houden wel in de gaten. Want ze mag mij ook niet blokken eigenlijk. Omdat we dus die honden bij haar neer hebben gezet. Dus ik weet dat ze toch wel blijft kijken naar mijn vlogs. Maar ik zal ook even tegen aan Ro vragen of hij dat even wil vertellen. Dat ze mij niet mag blokken. Omdat ik dus van het ook medebeheer ben van Husky Forever Home. En wij dus daar de honden neer hebben gezet.
Dus ik mag niet geblokt worden, want wij zijn dus de contactpersonen van hier. En wij moeten altijd en alle tijden weten hoe het met de honden gaat. Dus, maar ja, dit is even de update van mijn eigen verhaal. Van mijn verhaal, wat ik er van over weet nog. En mijn moeder is helemaal boos. En het staat nog in op een netvlies gebrand door mij, zegt ze. Oké, dankjewel. Dus dat vind ik heel raar. Maar het is gewoon wat ik nog weet, hoe ik het beleefd heb. En weet je. En dat is vanaf mij. Dus ik zal ook sowieso de i van die video hier bovenin knallen. Die zal ik sowieso doen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon kijken en blijf gewoon lekker geabonneerd als je niks wil missen. Ja, we zijn weer hier. Ja, jullie zullen wel weer denken waar we zijn. Dat weten jullie wel, bij de Jumbo in Westfield, Mall of the Netherlands. Helemaal top, helemaal goed. Ik ga deze even inleveren. Ja, ik ga deze inleveren omdat ik het leuk vind, zeg maar. Het is een loos. Oh, karretjes meenemen en naar beneden. Ook leuk, kom maar. Is handig, karretjes meenemen. Het staat daar een beetje vol. Wij gaan even karretjes meenemen naar beneden. En dit is wat ik bedoel met karretjes meenemen voor de Jumbo. Ja, aardig wat karretjes. En rood staat voor me, maar ik heb daar... dames, willen jullie wel even de 1,5 meter handhaven? Even naar achteren. Ook voor jullie geldt dat, de regel. Dankjewel. Zo, en daar loopt Ro. Ik ga eerst deze inleveren. Yeah. Neem jij de karren? Prima. Neem jij de karren maar. Dag. Heb je ze? Ja, mooi. Goed zo. Zo, dat zijn volgens mij hele wijze woorden wat je zei. Is dat nou echt leuk? Nee, maar ik moet een beetje afvallen. Oh. Nou, en dit zou ik ook wel eens een keertje willen doen met jou. Nee. Ja? Dat doe ik met jou. Opsa. Lekker bezig. Lekker bezig hoor. Ja, hè? Is het? De bliet en ondergaat zonnetje. Ja, lekker hè? Ja. Ja, precies. Een vlogster hier. Een vloggeres ook nog wel, ja. Erin. Want hier heb je weer de kringloop zitten, die zat daar. Hier. Die wist je niet, hè? Nee, wist ik niet. Er zit nou wel weer iets van een soort van kringloper, zo dacht ik. Ja, hier zit weer een kringloopwinkel en de schatkamer. Ja, weet ik. Ja, weet ik. Ik hoorde het vallen. Waar is de eigenaar? Oh, daar. Tot ziens. Ja, dank u. Daar. Hier aan deze weg helpen de stilstaande auto's inhalen.
Oh, Roderick, die komt er al aan. Jee. Kijk maar, lief. Neem even hier. Huh? €2 korting op het Turkse biertje. Die snap ik niet, maar nee. Maar oké. Dag, ja. Ik was even aan het wachten op Rob. Ja. Ik krijg korting op een Turkse pizza, weet ik veel. Die vat ik even niet. €2 korting op een Turkse pizza. Hoezo? Ik vind dat toch €2? Ja, maar ik snap jou nu even niet. Ik krijg niet €2. Nee, hier terug. Oh, dus die heb jij dan voor mij betaald? Ja, helemaal. Huh? Wees even duidelijk. Jij krijgt gewoon je eigen geldje. Ja. Dus dan krijg jij gewoon korting op je Turkse pizza als die straks gaat volgen. Ah, ja. We gaan dus nu naar Picobello om te kijken of ik mag filmen bij in de keuken. Zo ja, dan krijg je geen foto. Nee, dan krijg je sowieso geen foto. Oh, wauw. Ach ja. Maakt niet uit. Ah, ja, handig. Ja. Als het niet mag, dan krijg je ook geen fooi. Maar nee. Vertel, dan krijg je het toch niet. Nee. Ze krijgen nooit fooi. Zet je. Wauw. Oké. 1,78,9. Ja. Ik krijg ook geen fooi. Zo duur. Het was heel donker groen, hè? Precies. Ja. Nou, wij gaan dus een Turkse pizza halen. En dat doen we dus als we gewoon hier in de buurt zijn, doen we dat bij Picobello. Ja. Mooi klein food corner. Helemaal geweldig. Dit is dus Picobello. Dus ik ga zo meteen even kijken of ik ook binnen mag filmen voor hoe ze het maken. Ja. Oh, dus je wilde mag gewoon op. Oké. Okay. Nou, mensen, ik mag dus hier staan en hij weet precies wat we willen. Dus ja. Twee Turkse pizza. Yep. En eentje zonder groente en met mij met groente. Zo. Het is wel lekker warm hier. Ja, ja, bijna 50 graden. 50 graden, jongen. Graden. Zo dan. Zo, nou, dit is dus de ovens. Wij wachten. En nou is het inderdaad dus wachten. Ja, leuk. Dat is dus voor iemand anders. Wow. Nou, dan hebben ze dus altijd hier alles lekker. En ik wil ook kip zwarmen, donner erop. Ja, dat bedoel ik. Kipdunner, ja. Precies dat. Wat hier een bakkie? Nee. Zag ik? Oh, die. Ah, die moet die hebben. Nee, nog niet. Nee, nog niet. Oké. Okay. Dat was wat wachten, ja. Ja, ja, maar hoe lang werk jij hier? Ik. Ja, jij. Ik, ja, jij. Ik vraag het aan jou. Ja, ik is weinig werk, alleen. Nu vanaf deze maand 26 uur per week. Ja, oké, okay, maar hoe lang op en op deze locatie werk je hier? Ja, ongeveer 2 jaar. Oké, okay, 2 jaar, oké. Okay. Nou. Dat is kip. Dat is lekker kipdonner. Dat is knoflook. Yes. En geen sambal. Nee, voor allebei niet. Groen. Ja. Zo. Precies, ja. Nou, die is dus voor Roderick. En deze wordt dus voor mij. Nou, lekker sla. Tomaatje erop. En komkommer. Komkommer erop. En we hebben geen eieren vandaag. Nou, dat is dus onze Turkse pizza. Ja. En dan krijg je ook gelijk weer reclame. Kijk. Helemaal top, toch? Ja, dat was het eigenlijk. Ja, nou, is toch makkelijk. Ja. Ideaal.
top, dankjewel. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja, ik ga jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan check ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog.